Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb een kopje thee erbij gepakt, want ik heb jullie het een en ander te vertellen. Want ja, dat ging even mis. Jullie zijn gebleven bij, ik denk de 7e, 12 days before Christmas. En daarna is er niks meer online gekomen. Voor degenen die mij op social media volgen, die hebben hier al iets van gehoord. Het is een beetje een moeilijk eind van 2019 geweest. Dat is eigenlijk ook de reden waarom er geen video's meer online zijn gekomen. Ik heb best wel een pittige tijd achter de rug. Een aantal van die dingen ga ik zeker niet met jullie delen. Maar er is één ding die ik wel graag met jullie wil delen. En dat is de medische kant van het verhaal. Ik heb er in mijn vlogs volgens mij al eerder wat over verteld. Ik moet namelijk worden geopereerd. En dat gaat deze maand plaatsvinden. En sorry, ik vergeet jullie gewoon een ontzettend mooi 2020 toe te wensen. Laat ik daar eens mee beginnen. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Want ja, dit is de eerste video van 2020. Dus dat moet niet vergeten worden. Maar goed, anyway. Ik word geopereerd deze maand en dat is best wel een heftige operatie aan mijn rug. Ik weet niet of jullie dat allemaal weten, maar ik ben met een open ruggetje geboren. En dat geeft niet al te veel problemen naar mijn beleving. Ik bedoel, ik doe eigenlijk alles waar ik zin in heb en wat ik graag zou willen doen. Ik werk, ik woon op mezelf, ik rij auto, ik dans, ik ski, ik... Nou hè... Best een leuk leven, maar het laatste jaar was in die zin wel een pittig jaar. Ik ben in een jaar tijd heel erg achteruit gegaan in functionaliteit. Waar ik een jaar geleden nog best een trappetje op kon. Eigenlijk anderhalf jaar inmiddels al. Een trappetje op kon en nog een paar pasjes kon lopen. Weliswaar vast of met krukken. Kan ik nu bijna niet meer op mijn benen staan. Dat is sowieso heel vervelend. Sorry trouwens voor het licht, maar de zon schijnt en dan weer niet. Dus het is een beetje moeilijk licht om te filmen, maar ik wilde deze video toch graag opnemen. Dus functionaliteit is achteruit gegaan, maar wat ik eigenlijk nog een veel groter probleem vind, is dat ik eigenlijk continu zenuwpijn ervaar sinds een aantal maanden. Ja, en dat is gewoon bijna niet uit te houden. Ik werk wel gewoon en ik doe gewoon mijn dingen. Ik ben gisteravond ook gewoon naar een dansfeestje geweest. Ja, dat moet ik dan vandaag gigantisch bezuren, dat wel. Maar het is gewoon echt wel heel vervelend. Dus eigenlijk begin dit jaar al in een medische molen gegaan. Nou, ik zal jullie alle stappen en details besparen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze onder in mijn rug... mijn ruggenmerg wordt daar heel erg uitgetrokken. En dat veroorzaakt die klachten. Dit is echt de hele simpele uitleg hoor. Dat komt ook omdat ik zelf niet alles ervan begrijp. Maar wat ik ervan weet is dat ze daar het een en ander gaan vrijmaken. Zodat dat ruggenmerg weer vrijkomt. Terugschiet naar waar het vandaan komt. Of waar het hoort. En dat zou dan de pijn moeten wegnemen. Achteruitgang moeten stoppen. En de dokter verwacht zelfs dat ik wat van mijn functionaliteit terug zou kunnen krijgen. Niet meer naar waar ik een jaar, anderhalf jaar geleden was. Maar wel iets. Nou, daar zou ik al gigantisch blij mee zijn natuurlijk. Dit veroorzaakt best wel veel spanning momenteel in mijn leven. En dat maakt gewoon dat ik het filmen heel moeilijk vind. Dat ik de druk van het moeten filmen, het moeten editen, het moeten plaatsen, het moeten reageren. Op dit moment gewoon even te veel vind. Jullie hebben nog wel van mij de laatste dagen van de adventkalenders te goed. Dus die gaan jullie zeker in deze video nog zien. Ik wil ook gelijk even vertellen nog wat ik van die kalenders vond. Want ik vond het geweldig. Ik begin even met die van de zusjes. De washi-tape kalender. Ik hou gewoon van washi-tape. En iedere dag een nieuwe washi-tape uitpakken was gewoon heel erg leuk. Ze zijn niet alle 24 mijn favoriet. Zeker niet. Maar er zitten er echt een heleboel leuke tussen. En misschien kan ik er met een aantal nog anderen een plezier doen. En
ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Ik heb ze hier nog even in mijn bullet journal geplakt. Alle 24 op dezelfde, op de dag dat ik ze gekregen heb. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk om even te doen. Dus ik heb er veel plezier aan beleefd. Dan natuurlijk mijn samenwerking met Rattenplan. Want wat was dat gigantisch leuk. Waar ik eigenlijk had gedacht dat ze gewoon 24 cadeautjes die ze uit de winkel hadden gehaald voor me zouden inpakken random. Hebben ze er gewoon echt zoveel moeite in gestopt. Ze hebben 24 cadeautjes uitgezocht die alle 24 gewoon echt bij mij passen. En ja, dat vond ik echt gigantisch leuk. Dus Rattenplan, ontzettend bedankt voor deze leuke samenwerking. Ik zou zeggen, ik hoop dat we nog een keer kunnen samenwerken. Want ik vond het echt gigantisch leuk. Voordat jullie gaan kijken naar dus de laatste advent time. Beetje laat, maar ik wil het jullie niet onthouden. Wil ik dus ook even een mededeling doen. En dat is dat dit voorlopig de laatste video gaat zijn op dit kanaal. En dat komt gewoon omdat ik, wat ik jullie net verteld heb, op dit moment zit er gewoon te veel spanning in mijn hoofd om video's te kunnen opnemen. Straks ben ik er met de operatie gewoon echt wel een poosje uit. Ik moet eerst naar het ziekenhuis, ik moet dan naar het revalidatiecentrum. En ik weet niet hoe ik eraan toe ben. Ik weet niet hoe ik me voel. En ik weet niet wat ik er, of ik er überhaupt iets van wil filmen. Dus ga ervan uit dat dit voorlopig de laatste is. Zeker niet de allerlaatste. Want als ik helemaal ben opgeknapt, kom ik keihard weer terug. Heb ik ook heel veel zin in. Dan ga ik er gewoon weer helemaal vol voor. Dus ik hoop ook dat je bij me wil blijven. Dat je geabonneerd blijft. Doe dat belletje aan. Dan hoor je wanneer ik weer een video upload. En dan, ja, wie weet, film ik toch ergens nog een keer een vlogje of wat dan ook. Dat ligt er maar helemaal aan hoe ik me voel. Maar ga ervan uit dat ik eerst even deze operatie ga doorstaan. Dat ik even de tijd neem om goed te revalideren en weer goed op te knappen. En dat ik dan weer helemaal bij jullie terugkom. Dus nou, ik hoop nogmaals dat jullie bij me willen blijven. En dat ik jullie daarna wel weer zie. Mocht je in de tussentijd toch wat dingen van me willen volgen, volg me dan op Instagram. Daar heet ik ook Hoi, ik ben Bianca. Want ik post daar denk ik nog wel... daar post ik sowieso nog wel dingen. En ik misschien ook nog wel tijdens het ziekenhuis en updates over het ziekenhuis en zo komen daar ook online. Dus als je mij wilt volgen in dit hele proces, zou ik zeggen ga naar Instagram. Want daar ga je dat nog wel kunnen vinden. Voor nu even tot ziens. En dank jullie wel voor al jullie steun in 2019. En we gaan er een mooi 2020 van maken. Het heeft een beetje een hobbelig begin, maar ik weet zeker dat het daarna weer helemaal goed komt. Doei doei! Goedemorgen en welkom bij de laatste week van Adventtime alweer. Dat is hard gegaan, hè jongens. Ik heb nog 3 cadeautjes te goed. Eigenlijk nog 6, want nog 3 van ieder. Dag 22, dag 23 en dag 24. Het is vandaag de 23ste, dus gisteren heb ik niet gefilmd. Door omstandigheden is dat er niet van gekomen. Dus ik mag vandaag 4 pakketjes openmaken, dag 22 en 23. En ik begin even met die van 23, want met het uit de tas halen van de cadeautjes is er iets misgegaan. Want deze is al voor een heel groot gedeelte gescheurd. Dus die ga ik nu even de rest van het papier eraf halen. En kijk, super leuk. Paarse sterretjes, kerstballen. 6 zijn het er. Heel erg leuk. Dus die kunnen misschien volgend jaar in de boom erbij. Het zijn en glanzende en matte, zie je dat? Heel leuk. Dus nou. En dan dag 22 van Rattenplan. Ik zou denken dit is het slotstuk. Maar nee hoor, het is gewoon dag 22. Weer zo'n groot pak. Dus daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar wat daar nou in zit. Ah, Grosje. Zo schattig. Kijk nou. Die is toch fantastisch, jongens. Kijk. Zo leuk. Met die dingetjes. Ja, die vind ik wel echt heel erg leuk hoor.
gaat Timmy denk ik ook fantastisch vinden. Vanmiddag naar Pama gaan, dan neem ik hem nog wel even mee. Ja, hij is echt heel leuk. Heel grappig. Dus die heb ik gekregen van Rattenplan. Even kijken of hij wil blijven zitten. Dat wil hij. Nou, dan heb ik hier natuurlijk ook nog twee doosjes van de washi tape. Dus die ga ik ook allebei even openmaken. En dat is een zwarte washi tape met ruimte dingetjes erop. Een beetje holografisch. Kijk dan. Heel tof. Vind ik ook echt heel leuk. Ik heb zo'n zin om een pagina te maken vol met deze washi tape. Wat ik al zei, dan moet ik wel eerst even terugkijken in welke volgorde. Maar ik heb zin om dat te doen. Een mooi klusje voor kerstavond misschien wel. Oh, en ik zit heel achterloos verder uit te pakken. Dus ik heb 23 nu ook opengemaakt. Zit ook in het plastic, dus ga ik er ook even afhalen. Van ik niet zo goed kan zien wat er nou op staat. Ik vind hem wel leuk. Maar zie, het lijken wolkjes met regenboogjes of zo. Maar ik ga hem even losmaken om even te kijken of ik er nou goed uit kan halen wat het is. Ja, ik denk dat het inderdaad een soort wolkjes zijn of zo. Ik weet niet of je het kan zien. Ja, daar komt die. Zie je? Ook wel heel erg leuk. Ook niet een washi tape die ik zelfs gekozen zou hebben, maar daar zaten er zeker meerdere van in deze kalender. Maar als je hem dan toch hebt, is het toch wel weer leuk. Nou, morgen de laatste dag alweer. Welkom bij dag 24 van de adventkalenders. Ik heb mijn kerstjurk ervoor aangetrokken, want het is de laatste dag. En dat is maar goed ook, want het papier houdt het niet meer langer. De tassen zijn leeg, de bomen zijn leeg. Ik heb hier het laatste doosje. We gaan kijken wat er gauw kijken wat erin zit. En dan kom ik later nog even bij jullie terug met een algemene review. Maar ja, ik wil niet langer wachten met de laatste cadeautjes. Want ik vind het helemaal spannend. Dus ik ga eerst weer even deze openmaken. Nee joh! Dit is wel echt een klapper hoor. Kijk, ze hebben een muziekdoosje voor me gekocht. Ik vraag me af of deze nou ook uit de winkel kwam of dat ze die echt voor me gekocht hebben. Maar er zit hier een knopje waarop de Try Me. Kijk. Zo schattig. Heel erg leuk. Dankjewel Rattenplan. Echt meiden van Rattenplan. Want hebben jullie dit onwijs gaaf gedaan. Ja, deze die krijgt volgend jaar ergens een plekje hoor. Dat is zeker het geval. En dan deze. De laatste. Ik ben heel benieuwd of het een kersttapeje gaat zijn of niet. Nee, dat is het niet. Maar wel een heel schattig tapeje. Ook weer met zo'n plasticje. Dus dat papiertje. Dus dat betekent dat er geen plastic omheen zit. Heel leuk. Het is met bloempotjes allemaal. En roze streepjes op de achterkant. Heel schattig ook weer voor de lente en de zomer. Ik heb echt voor alle seizoenen wat gekregen. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Nou, ik zet hem even terug. Oh, ik ben gelijk onscherp. Dat is ook niet aardig. Dankjewel voor het kijken. Nee, niks ervan. Ja, wel dankjewel voor het kijken. Maar ik zie jullie straks nog met even deze video af te sluiten.